Ik heb een beetje voor hem op de laatste tijd. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb ook gewoon een Piplup kunnen vangen in Pokémon Platinum. Heel okay. Vaag. Ik heb echt een beetje... Heb jij nog wat rum voor mij? Nope. God. Oh. Ja, ik weet het. Dit is leuk. We hebben hier twee chesters, Ico. Nou, ik neem deze wel. Steen is zwart. Wat heb jij? Ik heb... Toortsen, 4 Cook Pork Chop, 16 arrows, een bow, wooden sword, leather tuning. Ik heb stenen. Ja. Yeah. Nou, en heb jij ook een boog? Nee. Nou, dan ben ik dus blijkbaar de archer. Denk het. Ik heb lekker chain. Dus ik kan eigenlijk gewoon door je kleding heen kijken. Oh, dat hoef ik niet te zien, want je hebt er allemaal onder hebt. Zal ik hem maar oplezen of zo? Nou, ik ga het wel eens proberen, oké? Okay? Ja. Check out Eddie, MLG YouTube. Channel for gaming and his graphics design. YouTube content, bla 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 bla. This map has basic rules. Dat snappen we, hè? Ja, je moet uit die bovenste regel dan ook, hè? Bye, dwarf. We hebben een dwerg. We hebben een dwerg, jongens. We hebben een dwerg. We hebben hem gestolen uit de dierentuin. En wij moeten hem... Ik weet niet waar hij zit. Waarschijnlijk hebben we hem... We hebben hem waarschijnlijk hier echt... Kijk uit, pingwing. Delano, waar zit je? Waar zit je, Delano? Waar? Zoek hem maar, oké? Okay? Ik heb Piplup. Piplup? DJ de Kingo? Waar ben je nou weer? Ben je hier binnen? Nee, niet. Ik maak maar een grapje. For fuck's sake. Oh, wacht. Ik hoorde mezelf een klein beetje blauw. Oké. Okay. You may break clay. Keep watching. Bla 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 bla. Oh. This is clay. I think. Oké, okay, don't care. Clay. And you smart. Bij Andy Hokao. Dat is if you're reading this, then you are pretty smart. So yeah, look for the clay blocks and... Puntje, 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 puntje. Zal ik het goed voorlezen? Het staat er. Ja. If you're reading this, then you're pretty smart. So yeah, look for the clay blocks and... Dutch, Dutch, Dutch. Nou, daar gaan we dan. Oh ja. Yeah. We must... Get the dwarf. Tata? What? Oh, I forgot to beat his... The solid cave. Oh, for fuck's sake. Iron sword. I'm breaking more clay. Because we... Okay, here is a ladder. Dan hebben we hier een skeleton skull. En Zirak. Pepper. Objective 1, Note 1. De what? De vuur? Cassie? Fuck niet met me, hè? Hallo, ik kom al lekker even naar beneden, hoor. Fuck niet met me. Het is een beetje donker. Oh, je mag deze ex wel. Oeh, ex. Ik heb blijkbaar een meisje vroeger gehad. Die heb ik verlaten. Ja. Ja, het klopt wel, ex. Oké. Nou. Oh, you can only sleep at night. Jij mag wel weer lezen, denk ik, hè? Oh ja. Vind je wel leuk, hè? Heb jij een serie? Oh, andere boek. Objective. Ik denk dat er op easy moet staan, hè? Ik sta op normal, waarschijnlijk. Ik zet de difficulty wel naar normal. Oké. Okay. An unseen light fills the corner. Ah, that is cool. This must be an old cave that someone's one hiding in. Fighting something off. Wait, there's a piece of paper here. And an axe. Ja, die heb ik. I better take a closer look. Okay, dat was de andere. Objective 1. I better take this piece of paper with me. And the axe. Someone is bound to know something. Take the piece of paper and axe. Find someone who might know more. Okay. Dat is onze objective. Dus wat moeten we doen? We moeten iemand vinden die iets weet over het papier en over het... over de axe. Nou, papier wordt gemaakt van... Nee, maar... Wat ermee aan de hand en zo. Waarom precies dat daar zat. Het begint trouwens nacht te worden. Dus. Hey, kijk, Delano. Ik heb een koe gevonden. Hey, spullen. Mushrooms. Je weet maar nooit. Ja. Mushrooms. Wauw, je pakt ze ook echt. Sommige pak je ook echt gewoon niet op. Oké, ik heb mushrooms. Oké. Nou. Ik heb een toorts.
Wacht, ja, die torches kan ook meenemen, inderdaad. Ja, altijd kom wel. Ik ook op. Ah joh, ik moet ook wel. En ik zie een mini-zombie. Welkom to Vendale. Leuk, denk ik. Vendale. Je toont natuurlijk echt direct af. Oh. Echt zo'n cassie en no actie. Peter's nee, house. Oeh, licht. Hallo Peter. Een fishing rod en een klok. Kijk, hebben we al vier dingen? Vier. Peter. Hey, wil jij de fishing rod? Hey, Clay. Twee baked potatoes. Hier okay. Liggen de fishing rod en de klok. Daar. Okay. Ik neem de klok wel. Mag jij de fishing rod? Dan zit hij nog in de chest. Oh. Ja. Ik dacht al dat je hem buiten had gepleurd. Oké, okay, nou, wat is dit? Ja, ik heb je Watchman al... on a watchtower. Hoi, ja. Ik heb deze deur een beetje pijn gedaan. Oeh, greetings, een boog, yay. Een bed. En ik slaap er nu in. En hier zit nog een greetings, een watchman. Carver, hallo Carver. Ik heb nu ook leggings. Yay! Ik heb 5 raw beef. Oké, en 4 coal. Ik heb 4 greetings coal. Heroes, feel free to make some of my spare supplies, blablabla. Ik heb 5 raw beef en 3 coal. Okay. En die raw beef ben ik nu aan het koken, dus ik blijf hier eventjes bij, zodat jij het gewoon niet kan meenemen. Gewoon dat ik zeker weet dat jij het niet kan stelen. Weet je waar ik ben? Oeh, iron helmet. Waarom ben jij nou weer? Nee, ik kan me niet voorstellen dat jij al die stelen. No, 2. Ah, 2. Oké. Okay. Zoek me niet. Waarom staan hier allemaal net zo'n toortjes? Weet ik veel. Eén huis op een berg. Daarboven op die berg. Zat een huis. Oh nee, stond een huis. Sorry. Daar zat een Maurice. Oké, okay, wat is hier? Daar was een Maurice. Bartender, rock pork chop, bla bla. Assistant bartender, brood. Bartender? What? Ja, dat was wat ik verstond. Oké, okay, hopelijk zoek je me niet. Oeh! Baked potato, koekjes, pumpkin pie en allemaal dat zo nog. Natuurlijk, vreedzak met je holy koekje. Waters, grant me moonshine, sluitje, bla bla bla. What the fuck? Ja, ze hebben inderdaad heel erg veel shit. Ik ben natuurlijk trouwens even wat steak aan het koken, dus ja, oké, okay, je kan mijn steak nu niet meer meenemen. Ik heb alles. Zo, hallo. Goedendag. Ik heb nog nood voor jou. Achter. Oh. Die en die. En deze is voor jou. En die is voor jou. En wat? Een potato voor jou, hier, in 2. Dankjewel, ik die mag je ook, een klein mag je wat voor mij hebben. Waarom krijg ik ook die sign? Waarom krijg ik al je shit? Waarom krijg ik nou weer gewoon alleen al je shit? Oké, okay, we beginnen wel even met note 2, dan gaan we even naar binnen. Kijk nog even hier hoor. Oh ja, ik zat in dat andere huisje. Oké, okay, ja, ik weet het, maar ik zit zo te kijken of hier nog wat is. Floors. Oh. Jeffrey, 5 dames van Apple. Ik dacht het niet. Cassie, Kennel, Cat. Ik had het niet over, ik had het over deze lul. Heb jij nou het rotte... Nee, ja. Huh? Oh, jij hebt het rotte fles. Die! Oeh, carrot! Ik heb een carrot. Ik kan me sowieso niet door. Oké, okay, we beginnen met note 2. Oké. Okay. Why, hello there, heroes. I'm Mayor Tungsten. Welcome to Vendale. I hope you are enjoying your visit. If you need anything, don't be afraid to ask. Your ponder... So, 18 duimen graag. Your ponder, your touts. Actually, there is one thing I would like to ask you. Would you not happen to say anything about this axe? Perhaps the owner of it. You show the major the axe you found. Oh my! Jet! That is the mighty Zerak. Great axe of dwarven army. I have not an idea who owned it.
nor I doubt many in this part's wills. But there is one man who has a great knowledge of the dwarven past. You must talk to him immediately. His name is Kresh, the great wizard. His tower sits up on a hill near here. Take the instructions to his tower. I'll put them in the chest. Now go, heroes. Seek his knowledge and delve deeper in this discovery. Where on earth did you find it anyway? Godverdomme! Er is alleen nog maar het vlees van hem over. For fuck's sake! You little jock! The Wizard Crash Tower. Cross the bridge from the town hall and follow the redstone torch path to the Wizard Crash's tower. Oftewel, die toren waar je het over. Die redstone torch waar je het over had, daar moeten wij in. Oké. Okay. Maar misschien nog even voor de zekerheid naar dat in het huis waar ik het vond. Die notes. Boek. Ja, daar tegenover, dat was de Major's location. Ja, hier, daar zijn de redstone torches. Maar misschien is hier nog wat. Dan zijn er ook nog wat. Ja, door. Ik heb wel iets anders gevonden. Ik heb het al opgepakt, het waren bones en arrows. Oh, hallo Major. Oh, Bartona, sorry, Bartona. Ik moest. Verdomme. Nou, er zit ook nog wat in de koelkast. Koelkast, wat? Koelkast! Koelkast! Ik heb er allemaal uitgehaald. Heb ik allemaal rotzooi hem gedumpt? Ja. Hé, waarom gaan we die wegnemen? Kom. You cheeky little bastard! For fuck's sake! Oké, okay. Nou, here we go! Woo! No, oh, gelukt. I've made it. Oké! Okay. Bijna mis, bijna. Rennie, ik weet het niet zeker, maar ik zou het echt niet weten waar we naartoe moeten, hoor. Cross the Kun bridge. Jij vinden waar we naartoe moeten? Wauw. Oh, daar. Lijkt me nogal logisch. Slaap precies een bliksem in, hè? Ja. Dat is, heb je echt heel erg goed gedaan. Ze wisten precies alles van wat jij ging zeggen. Ze hadden iets van een of andere lul had dat zeggen, dus... Wow, wat? Ik schrik me kapot! Ja, daar zijn creepers voor, hè? Wist je dat niet? The Wizard Fresh. Crash. Oh, je mag heel veel lezen van mij, hoor. Note 6 staat hierin. Huh? Ja, ik denk dat die mag je pas pakken. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook geen... Note 4 en 5 zitten er bijvoorbeeld ook niet in. Ik denk dat dat gewoon ik denk dat je dat gewoon pas mag lezen zodra je eenmaal hier voor de tweede keer bent. Fly. Oeh, cake, golden apple en splash of present. Hier, je mag de. Wil je de cake die alive is? Wat? De cake is alive. Ja, deze cake is inderdaad een leugen. Anders zou ik hem niet in mijn inventory zien verschijnen. Nee, wat ik in deze instantie bij jou hoorde was: de cake was alive. Dus de cake was in leven. Wat is dat? Niks. Hey, obsidian met een redstone torch drop zie ik. Ja. Ik deed gewoon gevakt zeker, ik ben gewoon een trapje afgedonderd. Ik heb nog steeds geen honger gehad. Ik wil de cake die een leugen is opeten. Ja. De cake die een leugen is. Hello travelers. Who are you? I do not remember seeing you in the town before. Though, I haven't been there for 10 years. If I think about it now. Anyways, my name is Kresh, the wizard. Kresh to be exact. Can I help you with anything, travelers? Yes, there is... Yes, there is. The Major of Fendel sent us here to seek knowledge about a great dwarf. You do know a great bit about them, don't you? Yes, yes, of course I know. Of course I do. I know of many things that you haven't heard of. You haven't even heard of. Great, do you know... So, great, do you know of this axe?
Its name is Zerek. The wizard's face grows dim and there's a long silence. That is the great Zerek. Who told you its name? Only a matter of people know how to read dwarf runes, which are inscribed on the hills. Oh, the major, I predict. He is one of the few. He can be a dumb one. He can be a dumb on a time.